Hola amigos en welkom bij een nieuwe gameview hier op ons games. Ik ben Roy en vandaag gaan we verder met ons bouwavontuur hier in de Sims 3 hotelbouwserie. En van mij, ja van mij, Roy, zo heet ik. Ik ben zo hier op de planeet gezet met deze naam, Roy Jacob Pieter van Drunen. Oh ja, ik weet niet waarom ik dat vertel, maar ik deed het dus. Ik zal eerst eventjes beginnen met het vragen aan jullie om eventjes wat leuks te doen voor mij. Willen jullie me deze video eventjes een dikke duim omhoog geven? Dat geeft mij hartstikke veel, daar maak ik me blij mee. Dat is het gewoon. Dus als je dat eventjes wil doen, super bedankt ervoor. En dan wil ik ook eventjes iets zeggen over de vorige twee afleveringen. Die zijn achter elkaar opgenomen. Dus dit is part, weet ik veel, nummer 28 of zo, weet ik niet. Boeit ook niet echt. Maar de vorige twee afleveringen, daar ging mijn mond en het geluid met mijn facecam en zo, dat ging niet synchroom. Sorry daarvoor, daar had ik een reden voor. Of, nou ja, er is gewoon iets fout gegaan met het bewerken. Want ik had die video's bewerkt om 2:30 s'nachts en de volgende dag moest ik gewoon om 8:00 op school zijn. Dus dan moest ik 6:30 uit mijn bed. Dus, maar het moest heel snel eventjes gebeuren, want toen moest ik ook weer weg. Want ik ging op vakantie, ik ging naar Disney. Dat kan je zien in een vlog en alles. Helaas, sorry daarvoor. Maar deze keer, hopelijk gaat mijn mond nu even wat beter dan vorige keer. Dus in ieder geval, ik ga natuurlijk eventjes de reacties van vorige keer even behandelen. Trouwens, wil ik eerst even zeggen, mijn haar is vandaag echt Jantje Makrant. Echt, wat is er mee aan de hand? Oeh, dat ruimt ook nog. Maar oké, dus ik heb het over de synchronisatie gehad. Iemand had gezegd van, Roy, je hebt echt afleveringen geleden heb je gezegd dat je kaarsen in het restaurant ging neerzetten. Nou, dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. Maar we gaan het gewoon doen. Ik vind het gewoon een leuk idee. Dus, weet je, misschien heb ik het wel gezegd. Maar anders gaan we het nu gewoon doen. En ook zat ik te zingen vorige keer. In de vorige aflevering zat ik te zingen. En dat was blijkbaar het liedje van Bas en Adriaan. Ik weet niet meer wat het was ook weer. Maar jullie zeiden allemaal van, Roy, dat is Bas en Adriaan. Oh, dit hoor, dat. Dus ik neem aan dat het Bas en Adriaan was. Dus dat had ik gewoon in mijn hoofd, maar ik wist niet hoe het liedje verder ging. En het was dus van Bas en Adriaan. Bassie en Adriaan, toch? Ik zeg het Bas. Nou, dat is het niet hoor. Het is Bassie. Gekke Bassie en Robin en Adriaan, hoor. Ja, echt wel. Zo, hé. Leuk hoor. Ja. Oké, wat is dit? Dit is echt de lelijkste parasol die ik ooit heb gezien. Nou ja, hij is wel... Oh. Ik dacht dat hij echt zo'n vorm had, maar hij is gewoon rond. Maar hij staat hier gewoon wat schuiner. Waardoor het een beetje raar eruit ziet. Oké, doet er niet toe. Weet je, maakt niet uit. Jullie hadden ook reacties achtergelaten dat we wc-papier bij sommige wc's nog op moeten hangen. En, stel je zit nou in het restaurant en je moet naar de wc. Ja, wat moet je dan, hè? Wat moet je dan? Moet je dan helemaal naar je hotelkamer? Nee, eigenlijk zou je dan nu nog helemaal naar de receptie moeten gaan om naar de wc te gaan. Maar ik zag dus een reactie van, Roy, waarom doe je dat niet even hier bijvoorbeeld? En dat vond ik een hele goeie. Vond ik een goede manier, dus dit tafeltje gaat weg en dan komt hier wat anders te staan. En dan kan je daar naar het toilet. We moeten hier dan wel twee wc's van maken. Dus een mannen wc en een vrouwen wc, wat wel echt een klus wordt. Dus dat gaan we dadelijk wel zien. Waarom zit ik heten met deze parasol in mijn hand? Jeetje, het regent toch niet? Potverdrie. Zo, even zien. Ik moet die kaarsen zien te vinden. En dat is echt weer een opgave, want dan weet ik niet waar ze zijn. Waar ze zijn. Roy en zijn woorden. Gaat alweer heel goed. Is het kunst? Het is ook geen kunst. Het zijn maar wat. Ja, het zijn maar gewoon wat kaarsen. Ik vind het wel kunst. Ik heb er nu ook een aanstaan. Kijk maar. Oh ja. Een enorme kaars. Heerlijk. Maar daar gaat het even niet om. Trouwens, waarom ik hem aan heb staan, is natuurlijk omdat ik een geurkaarsliefhebber ben. Dat weten jullie onderhand nu wel. Maar ik heb hem ook aan staan omdat het best wel koud is in mijn huis. Waar ik woon. Het is niet mijn eigen huis, maar het huis waar ik met mijn moeder in woon. Zo van, oh Roy, woon je op jezelf nu? Oh, wat cool. Nee, helaas nog niet. Nou ja, helaas. Ik vind het ook wel fijn om gewoon bij mijn moeder zo te wonen. Maar misschien ga ik binnenkort. Nou ja, helemaal niet binnenkort. Over 3 jaar of zo, weet ik veel. Dan pas uit het huis. Wat is dit voor een leuk kassie? Ik had hem net in mijn hand. Ik vind hem eigenlijk heel erg mooi. En er zit een schelp in. Ik vind dat dit kastje, ik heb hem net gevonden. Hij gaat gewoon in deze kamer staan. In plaats van dit ding. Want dit is toch veel klassieker.
zoveel mooier dan die rare ledige kast. Mijn hemel. Oké, ik kan de kaars er weer niet vinden. Dit vind ik echt weer erg, want ze moeten er gewoon zijn. Ze zijn er ook gewoon. Maar waarom kan ik ze dan niet vinden? Waarom ben ik er zo slecht in? Kunnen ze die plaatjes niet groter maken? Want ja, ik kan het niet zien hoor. Ik heb van die zulke kleine ogen. Dat kan ik gewoon niet zien. Zo, eens even zien. Staan ze hier? Ik kan ook niet gewoon echt kaars ergens intikken. Wacht, ik kan wel zo kijken. Maar dat vind ik nog chaotischer. Mijn hemel. Ja, niet jullie hemel, mijn hemel. Oh. Nee, ik zie ze echt niet hoor. Ik zie echt geen kaarsen. Maar dan weet je, ik weet nu al. Dat ik dadelijk in de reacties ga zien. Van Roy, ik zie ze wel. Je bent gewoon zo freaking dom. Dus zoek ze gewoon goed op. Het lukt me gewoon niet. Ik kan ze gewoon niet vinden. Ik vind het echt heel zielig. Ik ben echt een zielig kind nu. Jeetje, maar... Ja, ze zijn er echt niet. Ik weet niet hoor. Anders moet ik maar geurkaarsen gaan... Oh, geurkaarsen. Ik bedoel kaarsen gaan downloaden. Want ik kan ze echt niet vinden. Ik vind het wel gek hoor. Ik heb ze gevonden. Nee, dat zijn glazen. Ze lijken op kaarsen. Oh, wacht. Misschien staan ze bij de verlichting. Want het zijn kaarsen. Een parelkaars. Ik heb een kaars gevonden. Oh my god. Ze hebben het dus nog wel in de game. Oh yeah. Ik vind deze... Ik vind deze kaars wel echt enorm groot. Het is echt een enorm ding. Kijk dan. Kijk, hier kan het wel. Maar op zo'n tafel... Halleluja. Echt niet. Dat is echt veel te groot. Ik wil gewoon van die kleine kaars die ook wel eens in restaurantjes hebben. Die hele kleintjes zo. Zo lekker op je tafel. Maar dat kennen ze hier blijkbaar niet. Nou oké, ik heb ze gelukkig wel gevonden. Daar word ik wel blij van. Want, oh god, kleren dat duurde even hoor. Jantje. Nou ja. Weet je, dan plaatsen we deze. Plaatsen we dan gewoon op de grote tafels. Dat vind ik wel goed. Weet je, doen we gewoon hier zo'n kaarsje erbij. Super gezellig. Helemaal leuk. Oké, helemaal toppie. Oké, jongens, we gaan verder met het, de wc. Want ik vind wel, ja, je moet wel even kunnen plassen. Of gewoon nummer 2 kunnen doen als je op het toilet zit. Dus ik maak hem een stukje groter. Denk ik. Ik zit nog even te denken van, ja, hoe gaan we het indelen? Want het is echt een enorm klein dingetje. Het is echt serieus dit. En dat kan natuurlijk niet. Wat ik wel kan doen is dat ik hem hier... Dat ik het zo doe. Dan hebben we wel meer ruimte. En dan doen we deze muur weg. Dan heb je dit. Dat is wel stukken beter. Dan kan je gewoon even je handen wassen. En je kan naar de wc. Dus ja, dat is super. En hebben we deze wc. Dus dat past... ja, dat past allemaal wel. Oké. Alles even verven, jongens. Even lekker verven voor je zakgeld. Zo, hup, thee. Lekker alles lekker witte. Hartstikke mooi. Zo, oké. Ik heb ook weer heel veel reacties nog gekregen van Roy. Ik vind nog steeds die freaking receptie lelijk. Sorry jongens, maar jullie moeten het echt niet mee doen. Ik kijk, zie je dit? Dit is toch pretty? Dit is toch freaking mooi? Ja, nou, het spijt me hoor. Het spijt me dat ik niet perfect ben hoor. Nou, ik vind het echt heel erg. Oh, dat klonk een beetje als een Chantal. Oh jeetje. Oh jongens, ik moet wat jullie vertellen. Ik had een plant in mijn kamer, die heette Magische Monica. En die is overleden. Die is dood. Die is echt, ik ben echt niet goed in planten verzorgen. Echt niet. En ik hou van planten, ik vind het prachtig. Maar echt, ik bak er niks van. Echt. Hij is weer dood, Magische Monica. Ik weet geen eens hoe lang die heeft geleefd. Maar niet zo lang, dus hij is dood. Ja, ik vind het echt niet leuk. Het is gewoon mijn Magische Monica is dood. Ja, dat is niet leuk, nee. Ik doe denk ik deze vloer van deze. Oef, nee. Ik pak wel een vloertje van hier. Niet die, deze. Ja. Ja, ik vind het echt jammer. Maar ja, het was wel ook een grote plant. En ik gaf hem steeds water, maar er gebeurde echt niks of zo. Nou ja, soms deed hij... Het was zo'n plant... Het is een hele gekke plant. Het is gewoon, gewoon blaadjesplant en zo. Dus niet veel bijzonders daarmee. Maar het is heel gek. Soms sterft er een blad af. En dat is ook een enorme stengel. Het zijn maar 3 stengels. Hier kan je hem zien staan. Hier. Ik heb hem nu even in een waterflesje gezet. Los. Maar die sterft dan af. En gaat vanzelf weg.
En er komt er vanzelf weer een nieuwe uit. Het is zo gek. Maar, oh my damn, dat had de bloemist gezegd. En, ja, het was jouw moeder, Jeffrey, als je kijkt. iemand hier uit de buurt, de bloemenwinkel. En de zoon van de vrouw van de bloemenwinkel, die kijkt mijn video's. Dus dat is wel grappig. Dus Jeffrey, als je kijkt, hoi, groetjes aan je moeder. waar was ik nou? Maar hij is overleden. Ik snap er niks van. Nou, ik snap het ook wel weer, want ik ben echt niet goed gewoon in. Ik vind het hartstikke leuk om planten te hebben, maar ik ben er gewoon echt niet goed in. Wat is dit van cool ding? Want is dit zo'n ding voor eindeloos handdoekenrek? Oh, dat is zo'n ding. Dat is echt heel goor. Ik ga het even aan jullie laten zien. Ik moet hem even ophangen, dan kunnen jullie hem even zien hangen. Oké, we hangen hem even hier op. Oké, kijk. Dit is zo'n ding wat je ook wel bij zo'n openbare toilet ziet. Met zo'n doek. Met zo'n handdoekending. En ik moet zeggen, kijk, iedereen doet zijn handen wassen natuurlijk, hè. Iedereen. En dan gaat iedereen met hun handen aan deze gore doek hangen. En lekker zo... Gadverdamme zeg. Het moet verboden worden. Oké, nu zie je heel veel van die dingen waar je je handen in zo doet. En dan gaat het... Een soort föhn voor je handen. Dus dat is wel handig. Het geluid dat ik net maakte was wel echt heel mooi. Maar, waar was ik nou? Ja, gadverdamme, die dingen moet je echt verboden. Die dingen moeten echt verboden worden. Vind je ze zo goor? Gadverdamme. Echt bah. Oké. Ik heb nog een wastafeltje nodig. Ik vind deze wel leuk voor hier. Doen we die zo in de hoek. In de oekoe. Even zien. Deze is wel groter, deze toilet. Dus dat is... dat moet dan de vrouwentoilet zijn, want die hebben... Ja, weet ik niet. Soms hebben die even wat meer ruimte nodig of zo misschien. Weet je, wij hoeven alleen maar te staan. Weet je? We gaan het daar even over hebben. Oh, ik zou ook dit kunnen doen. Maar dit is wel veel te groot misschien. Maar dan kan ik er wel twee in plaatsen. Oh, dat past denk ik nog wel. Even zien. Even lampje weg. Dag lamp. Past dat? Dat past. Alleen, dan is er geen ruimte voor dit. Wat ik wel lelijk vind. Weet je wat? We maken gewoon een openbare toilet ervan. Dat hebben we overal gedaan. Weet je? Let it go. Laten we het gewoon doen. Zo, hup, twee. En doen we twee wastafeltjes hier. Dat vind ik veel beter. Weet je, dan, weet je, dat boeit niet. Als we hangen gewoon een bordje op van... Ja, als jij een man bent en jij pist gewoon over de pot heen... Omdat je staat, gadverdamme, schaam jezelf. Maar dat doen we gewoon... mijn moeder stuurde een WhatsAppje. Sorry, het spijt me dat ik even keek. Oh, sorry, het spijt me zo erg. Maar we hangen gewoon zo'n bordje op. Zo van... Alle mannen moeten zitten op dit toilet. En als je gaat staan... We hebben je camera's hangen. Dus als je dan wordt gezien als je staat... Oh, dan krijg je echt de volle laag. Oké, dat klinkt wel heel erg. Oké. Oh, wat heb ik jeuk aan mijn neus. Oeh. Ik heb echt even een dikke krabbel. Oh, lekker. Zo lekker is dat geen eens. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Oké. Ik vind deze toilet wel heel erg mooi nu zo geworden. Je vraagt je misschien af van... Roy, doe je hier ook een deur? Nee, want dan kunnen mensen via dit toilet in het restaurant komen. En je moet wel hier komen, zo van aan de balie. Of hier bij de deur. Zo van, ja, met hoeveel personen bent u? En ja, wat is je hotelkamernummer? Oké, u kunt hier gaan zitten. Volg mij. Dus zoiets. Of gewoon van, neem plaats, dank u. Ja, zoiets. Oké. Dus ja, anders kunnen ze dat doen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. En, oh. Nou, over dat idee. Je zou wel hier zo naar binnen kunnen. Dus dan moet hier ook iemand staan die dat in de gaten houdt. Maar dat zou ook de barman kunnen doen. Dus we geven die taak aan de barman. Oké. Jongens, ik ben zo excited. Ik heb zoveel zin in het nieuwe... in de nieuwe serie die ik ga doen met het bouwen. Namelijk, ik heb het al vaker gezegd. Ik ga namelijk een high school maken. Dus een grote school met lokalen, een kantine... En van alles. Het wordt echt super cool. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook wel zin in hebben. Want het komt echt binnenkort. Want ik kan niet wachten. Dus ik begin alvast. Nee, dat is niet waar. Ik wacht er nog heel eventjes mee. En dan binnenkort kunnen jullie dat verwachten op al deze games. En ik heb er heel erg veel zin in. Oh my damn. Er wordt echt weer een hele coole... Ja, een coole stap om dat te gaan maken. Dus ik heb daar heel veel zin in. Oké.
Ik zit te twijfelen over deze vloer. Weet je, ik vind hem... Nee. Nee. Ik vind het hout niet mooi. Maar ik vind dit wel beter. Ja, maar dan moet er wel wat kunst aan de muur hangen. Want nu is het een beetje karig, hoor. Karig kerstpakket. Wacht, wat? Roy, wat zeg je nou? Ja, een karig kerstpakket. Ja. Oh, ik dacht, weet je, dan hangen we deze hier op. Maar dat is ja, veel te groot, hè? Want dat zie je dan hier hangen. Dat is niet de bedoeling. Oh my god. Nee, dat ding is echt raar. Weet je, ik vind hem super mooi, maar misschien kan hij in de school komen te hangen. Niet hier, maar in de school. Oké, dat is ook wel een beetje gek. Oké, even zien. Ik wil nog wat leuke dingetjes ophangen. Nee, niet een stripje. Dit vind ik wel mooi. Doen we hier zo lekker tussen. En dan wil ik hier nog wat hangen. Ja, deze blauwe vind ik wel mooi. Ja, I like it. Oké, super. Ik zag ook reacties van Roy. Je weet dat je soms bij sommige plekken ook gewoon wc-rollen moet ophangen. Want sommige mensen gebruiken dat. Kijk, dat jij dat niet gebruikt, Roy, betekent niet dat je het nergens hoeft op te hangen. Nee, grapje. Ik gebruik het ook gewoon, net zoals iedereen. Oh, jeetje. Oké. Oh, maar deze vind ik veel mooier. Daar hangt een rol erboven. Oh, jeetje. Ja, deze vind ik veel beter. Oké, we hangen deze op. Oh, bij deze... Oh, kijk... Oh, kijk nou, de rol staat op dat ding. Oh, wat geweldig. Wat een leuk design. Kijk nou, wat grappig. Oké, nou, daar hebben we die ook al. Daar. Dan gaan we even alle wc's af. Want ja, overal moet het wel hangen. Want ja, hallo, anders kan je je benen vegen, hoor mij dan. Je billen niet vegen. Oh. Oké, hangt die hier al? Nee, die hangt hier zeker niet. Zo, kijk eens aan, alsjeblieft. Voor jou. Een rolletje. Voor Boonhilde, nou, die heeft het niet nodig. Die hoeft nooit naar het toilet. Zo, kijk eens. Voor jullie een rolletje. Ik ben net Sinterklaas, ik geef iedereen een wc-rol. Oh, wat erg. Ik geef iedereen een wc-rol. Wat een goals. Oké, hangt er hier al in? Jeetje, ik heb er zo weinig opgehangen. Jantje, mijn hand. Ik denk dat ze waren. En dan moeten we eventjes nog boven kijken. Dus hangen ze hier bij het toilet? Ja. Hangen ze hier bij het toilet? Ja, en... Ja, hier hangen ze ook. Super. Ik vind toch eigenlijk deze kamer wel heel erg leuk geworden zo. Kijk nou hoe cozy dit is. Dit is toch wel leuk zo? Ja, ik vind het wel leuk. Hangt hij al in deze kamer? Ja, daar hangt hij ook zeker. Ik vind deze kamer ook echt super leuk. Echt geweldig. Echt, ik vind nog steeds dit behang heel lelijk. Weet je wat, we gaan het gewoon veranderen. We gaan gewoon weer onze ogen dicht doen. En dat kiezen we dan. Dus dat wordt weer echt een uitdaging. 3, 2, 1, deze wordt het. Een rode kleur. Gadverdamme, nee, dat kan echt niet. 3, 2, 1, dit wordt hem. Een lelijke... Nou, ik vind hem geen eens zo gek staan, maar ik vind hem niet fleurig voor de kinderen. Oké, komt-ie. 3, 2, 1, dit wordt hem. Een blauwe. Nee. Oké, dit keer wordt het hem echt. Komt-ie, hè, jongens. 3, 2, 1, dit is hem. Een rode kleur. Nou, oké, het kan ermee door, maar ik vind het echt niet mooi. Maar nu moeten we het houden, omdat we onze ogen dicht hebben gedaan. En toen hebben we het gekozen. Oh, wat erg. Nou, de suite vind ik ook wel heel erg mooi nu zo. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik vind hem super mooi nu zo. Deze hal moeten we nog maken. Weet je wat? Misschien zouden we hier nog een koele kamer kunnen maken. Oeh, ja. Oh ja. Dat is wel een enorme kamer nog. Dan heb je nog wel een flinke kamer hoor. Kijk nou. Ja, dat doen we. We doen gewoon nog een suite erbij. Of wat leuk. Dat gaan we in de volgende aflevering gaan we dat zeker maken. Maar dan doen we nu alvast wel even de ramen erin. Oh jongens, ik haal dat geluid van het plaatsen van die ramen zo erg. Oh, maar damn, het bukt ook altijd als een malle. Als de malle moer. Oké, kom op. Hup. Ja. Waarom is het zo moeilijk om ramen te plaatsen? Hallo. Zo. Kijk eens aan. En dan doen we er hier 3. Zo. Oké. Nou, het wordt wel een mooi kamertje. Misschien wordt dit wel... Oeh, ik heb een cool idee. Maar dat gaan jullie in de volgende aflevering zien. Oeh, ik heb een heel cool idee.
Oké. Okay. Jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie volgende keer weer hier op Altus Games. Met een nieuwe video hier op Altus Games. En met bijvoorbeeld ook bij een nieuwe aflevering van de Sims Hotelbouw serie. En misschien is dat wel de laatste aflevering. Who knows? Bedankt dan voor het kijken. En tot de volgende keer hier op Altus Games. Bye bye.